Good morning, Angels. Good morning, Wouter. Er is de laatste tijd veel bezuinigd op de verpleegzorg. Kijk op je beeldscherm hoe dit in een verpleeghuis uitpakt. In verpleeghuizen is 1 op de 3 bewoners ondervoed of uitgedroogd. 1 op de 10 komt nooit buiten. Het personeel heeft gewoon te weinig tijd om ouderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Nu zegt Jan-Peter dat extra geld voor personeel niet nodig is en ze maar harder moeten werken. Hij wil het geld liever gebruiken voor leuke militaire speeltjes als de JSF. Dit moet toch anders kunnen, Angels? Bedankt, jongens. Balkenende en Rutte overhandigen vanavond op het vliegveld ontwikkelingsgeld voor de JSF aan president Bush. Zorg dat je het geld te pakken krijgt. Hey, Jan-Peter, do you have the money? Yes, sir. Here it is. Door de Angels is de rust in het verpleeghuis wedergekeerd. Job well done.